Met een enigszins raar gevoel zal Kelly Zeeman maandag haar handtekening onder een contract voor een jaar extra bij Ajax hebben gezet. De middenvelder raakte donderdag zwaar geblesseerd, maar kon in de nieuwe week toch een mooie lach op haar gezicht laten verschijnen. Eigenlijk is de belangrijkste vraag, denk ik, hoe gaat het met je? Ja, op het moment eigenlijk heel slecht. Afgelopen donderdag heb ik mijn knie verdraaid. En uit de MRI is gebleken dat het echt foute boel is. Dus ik kom waarschijnlijk dit seizoen niet meer in actie. Dat vind ik heel erg. En ik heb het er ook heel moeilijk mee. En het gaat nog heel zwaar worden. Maar met alle lieve mensen om me heen en met teamgenoten en een geweldige staf, moet dat lukken. Het zat al langer in de planning volgens mij dat je je contract zou verlengen. Is het wel een beetje een mentale opsteker voor je die je nu even net goed kan gebruiken? Ja, dit stond al inderdaad langer op de planning. En deze datum stond al vast. Aan de ene kant is dit wel een lichtpuntje inderdaad. Want ik kan dan ook weer werken naar mijn herstel en naar volgend seizoen. Het moment op de training zal ze helemaal niet snel vergeten. Ze voelde meteen dat het mis was. Je voelt echt dat het niet goed is. En ik heb van meerdere mensen gehoord die het ook gehad hebben. Die hebben dat ook ervaren. Dat je echt voelt alsof je knie los zit of zo. En mensen die erbij waren, die zeiden ook al hoe je reageerde was ook al niet goed. Wat is nu op korte termijn de planning? Of jou moet je geopereerd worden? Ja, donderdag ga ik naar de arts die me gaat opereren. En dan hoor ik wanneer dat gaat plaatsvinden. Ja, ik hoop zo snel mogelijk natuurlijk. Dan begint echt het revalideren. Want nu ben ik in principe aan het wachten tot de operatie begint. Dus ik ben nu wel mijn spieren aan het sterker maken. Maar het is wachten op de operatie. Heb je ook al een beetje gesproken met mensen met dezelfde ervaring, dat je te weten komt wat je precies te wachten staat, of wil je dat juist liever niet misschien? Ja, juist wel. Ja, teamgenoten die hebben het zelf ook gehad, dus daar krijg ik al heel veel tips van. En dingen zoals, ja, dit hoort erbij en waarvan ik denk, oh, is dit eng of zo? En dan geven zij hun ervaring en dat vind ik alleen maar leuk om te horen. Terwijl haar teamgenoten nu druk bezig zijn met de voorbereiding op het Champions League duel tegen Lyon aanstaande woensdag, traint Zeeman dus apart. In de laatste Champions League ontmoeting met Sparta Praag scoorde ze nog in eigen huis. Nu moet ze vanaf de kant toekijken. Nee, ik ga niet op de bank, maar ik ben er wel zeker bij. Dus ik heb deze dagen ben ik natuurlijk ook bij het team geweest, dus ik weet wat ons plan is. En ik ga de meiden gewoon aanmoedigen vanaf de tribune.